Het zat er vanmorgen op training eigenlijk al aan te komen. Henk Houwaard was toevallig de enige die niet door de blokkades tot in Gent was geraakt. Het was toen nog hulptrainer Herman Vermeulen die de oefensessie leidde. Op dat moment besliste de raad van bestuur een paar kilometer verder over het lot van Houwaard. En na de training werd de spelersgroep door voorzitter Ivan de Witte op de hoogte gebracht van de beslissing Houwaard buiten. Ik denk dat Henk een zeer goede trainer is, ook een zeer goed persoon, maar niet past binnen het denken en de filosofie van de club. En dit hebben we waarschijnlijk te weinig gezien op het ogenblik van de aanstelling, waar wij de snelheid een beetje gepakt geweest zijn door de snelheid en de snelheid hebben laten primeren op goed overwegen. Aanleiding voor het ontslag was natuurlijk de zware 0-6-nederlaag tegen Ajax. Volgens de voorzitter was die nederlaag gewoon het gevolg van de onenigheid die al geruime tijd in de groep was geslopen. Vooral tijdens de tweede helft liet Gent zich gewillig afslachten door de Amsterdammers. Het bestuur was na de match dan ook bijzonder scherp voor de spelersgroep en de trainer. Ik denk dat die overgang van een zeer streng en rigide systeem naar een beetje los en ja, laat mij toe om te zeggen, chaotisch systeem, dat zij op dit moment dat zeer moeilijk verteren. Henk Houwaard, die vandaag liever geen commentaar kwijt wou, kwestie van niets verkeerds te zeggen, wordt voorlopig opgevolgd door Herman Vermeulen. 2 jaar geleden, tijdens de overgangsperiode Boskamp-Solliet, deed Vermeulen dat al met succes. En als het wat meezit, mag hij van het bestuur zo lang mogelijk aanblijven. Het belangrijkste is, maar dat is niet alleen voor mij, dat is voor de complete groep, voor alle partijen, dat wij ons moeten houden aan onze professionele opdracht. Zijn de werken op het veld, wat de training aangaat, zijn onze opdrachten uitvoeren in wedstrijdverband en weten met welke verantwoordelijkheid dat wij het veld opgaan. Ik denk dat ook Herman qua denken en qua profiel dichter ligt bij het totale denken van het bestuur en dat daar een zekere continuïteit dus op voorhand reeds in zit. Maar wij zullen ons toch verder beraden en verder kijken in de externe omgeving tot we iemand vinden die ook op diezelfde lijn zit. Zaterdag volgt de eerste opdracht tegen Beveren.